Maar de moskee komt hier achter, hier vlak in het voorste punt van de hoek, werd door de Beverstraat Kuipersdijk. En de bomenrij bleef zoveel mogelijk bespaard. Maar hier zal die gebouwd gaan worden. Tenminste, dat is de bedoeling. De buurt heeft geen problemen met de komst van de nieuwe moskee. Maar vraagt zich wel af waarom het gebedshuis zo groot moet zijn. In totaal 3000 vierkante meter. Het meest beladen onderdeel is de gebedsoproep. Onlangs werden nog geluidstesten gehouden, maar omwonenden blijven zich verzetten tegen die oproep. Dan moeten zij naar de raad, want het gemeentebestuur kan niets doen. In Nederland is vrijheid van godsdienst. Dus als je niks met elkaar afspreekt van hoe je het gaat doen, kan je het ook niet vastleggen. Dus dit was dé mogelijkheid geweest om het goed vast te leggen. Dat is niet gebeurd. Dus dan ben je afhankelijk van zeg maar de goedwillendheid van het moskeebestuur. Omwonenden blijven vinden dat de islamitische oproep niet thuis hoort in Enschede. Waarom moet dat met luidsprekers? De man kan ook in de minaret gaan en die kan het oproepen. Dat gebeurt in de oostelijke landen. Of als je toch van nostalgie houdt, nou, ga dan terug naar iemand die roept vanuit de toren. En niet iemand die een luidspreker aanzet beneden. De omstreden oproep zal voorlopig nog niet klinken. De bouw van de moskee is op zijn vroegst pas over 3 jaar klaar.